Ik ben meester Martijn Keldermans. Ik ben leerkracht van het tweede leerjaar in de basisschool Sint-Joseph Colma in Mechelen. En je typt in kweetet. Ik gebruik kweetet in een zeer groot aantal van mijn lessen. Kweetet is een website waar ze op hun eigen manier, hun eigen tempo, alle leerstof die in de klas aan bod komt, rustig kunnen verwerken op een speelse en zeer toffe manier. Nu, ik gebruik dit voornamelijk voor mijn leerlingen thuis de leerstof extra te laten inoefenen. Ik kan hun perfect opvolgen wat ze doen en wat ze niet doen. Tot mijn grote vreugde maakt iedereen elke week zijn oefeningen. Nu is er ook interactie tussen niet alleen de meester en de leerling in de klas, maar ook thuis interactie tussen een stem op de computer die hun zegt wat ze moeten doen. Waar of niet waar? De vogeltjes beginnen 's avonds te fluiten. In mijn manier van lesgeven is er eigenlijk niets veranderd. Af en toe, wanneer ik merk van oei, die oefening is niet gemaakt door veel kinderen in de klas of door veel kinderen thuis, dan toon ik even aan boord die oefening en dan komt dat wel naar boven van ik heb niet begrepen wat er in die opgave staat. En natuurlijk, dat wordt door kweetet niet altijd verduidelijkt. Ze zijn heel tuk op die kweetons te verzamelen. En met die kweetons kunnen ze bijvoorbeeld in een doolhof komen en daar kunnen ze deuren mee openen, waarmee ze schatten kunnen mee opspeuren. Nu, de kinderen zijn meer bezig met het oplossen van oefeningen, want ze vinden een zeer groot getal aan kweetons bezitten, vinden ze plezanter dan die kweetons op te gebruiken. Niet elk kind in mijn klas heeft een computer thuis. Dus die kinderen krijgen de gelegenheid elke week opnieuw om bij ons in het computerlokaal terecht te kunnen. Sommige kinderen hebben thuis geen internet. Dus die ouders gaan met hun in het weekend naar een spot waar ze dat wel kunnen doen. Sommige kinderen gaan naar de jeugdbibliotheek of gaan naar familie waar ze dat wel hebben internet. En wat ook heel opmerkzaam is bij mij, is van wanneer het goed weer is, dan zitten de kinderen minder op de computer. En dat vind ik fantastisch.